kijkers van Duffy Games en leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe aflevering van Community Craft. De vorige keer had ik gezegd dat wij dus nu eindelijk onder de grond bezig kunnen gaan met de boel uit te graven. Dus daar gaan we lekker mee bezig. Grapje mensen, natuurlijk niet. Ik zag al in de reacties dat mensen dus hadden van Duffy misschien kan je het versneld of wat dan ook. Maar ik was dat sowieso niet van plan om het helemaal uit te gaan graven in een opname. Want weet je, ik heb zelf niet eens zoveel te lullen dan. Kijk, als je gewoon ergens mee bezig bent, dan heb je gewoon vanzelf een onderwerp waar je over gepraat of wat dan ook. Maar als je dit moet uitgraven, ja, dan heb je gewoon uiteindelijk gewoon niks meer te praten. Ben je maar aan het minen en aan het minen. Dat schiet er ook helemaal niet op. Dus voor de mensen die dachten dat ik het helemaal zou gaan doen in de opname. Grapjassen. Dat is dus lekker niet gebeurd. Wat we wel even doen is even dit wegmappen zo. Want ik moet even een beetje meer licht hebben hier. Want als ik hier zo meteen weg ben, wil ik hier natuurlijk wel licht hebben. Dat hier geen mobs in één keer gaan spawnen. Ik wil nog een paar torches vandaan toveren. Eén ding moet ik wel even bekennen. En dat is dat we hebben niet meer onze goede pickaxe. Degene met fortune volgens mij. Ja, ik let er niet, helemaal op. En toen was mijn pickaxe op. En toen had ik zo van, wacht even, we moesten die pickaxe niet bewaren. Dus mocht je afvragen van, hey Duffy, waarom doe je alles tegenwoordig met een iron pickaxe? We hebben hem niet meer. Dus mocht je het afvragen daarom. Dus wat wij nu gaan doen is eerst eventjes nu... het is weer nacht, tuurlijk. Het is altijd nacht. Wacht, ik ben alleen online. Oh. Fuck. Oké, ik wil zeggen, yes, ik ben alleen online. Ik kan dus eindelijk gaan slapen nu weer eens een keertje. Aangezien... er gewoon niemand anders online is. Dat is gewoon wel heel chill. Dus we gaan even veilig naar boven toe. Oh nee, niet weer. Oké, veilig. Rustig. Staat een Enderman. Betekent dat ik dan wel mag slapen of niet als een Enderman staat? Ik weet niet of dat ook zo'n mop is waardoor je niet kan slapen. You may not rest. There are monsters nearby. Goed. Enderman. You and me. Come on. Wat me trouwens opvalt is dat ik de laatste tijd... Oh damn it. Bijna in elke aflevering die ik begin een Enderman moet killen. Hoewel die Enderman heeft nu pijn, want die vliegt lekker door de regen. Kan ik dan nu wel slapen? Yes! Awesome! Mooi zo. En het is dag, hoppatee. Het regent nog wel, maar goed, weet je. Dat maakt me dan wel wat, niet zo heel veel uit. Oké, de mobs gaan niet weg, maar... Ach. Oh, wacht, er wordt er gewoon in één keer zon. Wat? Lol, nice. Oké, dan. Daar wil je ervan geen last meer van. Maar wat wij nu nog moeten gaan doen, is natuurlijk... dit is natuurlijk onze button niet zo... Ook natuurlijk niet doen. Dan maak ik een heleboel kapot. ik moet nu hier... Oh, wacht, ik heb hem natuurlijk uitgezet nog. Oh ja, dat had ik de vorige keer uitgezet. Dat betekent dat ik... Heb ik hem helemaal uitgezet? Of niet? Ik weet het niet meer. Want als ik hem helemaal heb uitgezet, dan weet ik niet of ik nu nog weet hoe ik hem weer aan moet zetten. Maar ja, maakt helemaal niet uit. Doe ik dan zo buitenopname. Wat wij nu moeten doen is eigenlijk een gat maken naar beneden toe. Waar wij uiteindelijk... waar eigenlijk onze ladder komt, waar we weer naar boven kunnen. Dus ik denk dat dat ongeveer hier is. Ik heb echt geen flauw idee. Ik heb het niet echt helemaal uitgemeten hoe ver we naar beneden kunnen. Wauw. Duffy. Magnifiek, hoe... Wauw. Dit is echt wel heel bizar. Op, hey, enderpearls. Oh, eentje. Awesome. Dit is natuurlijk wel heel bizar dat ik gewoon precies bij dit gat uitkom. Dat ook op zich wel heel, heel nice. Maar tevreden ben ik niet. Dus ik maak het weer even dicht. Ik wil even eigenlijk één pad hier opzij doen. En de vraag is dan van, ja, Duffy, dat kan toch helemaal niet. Wat gebeurt als ik deze weghaal? Zitten we dan meteen buiten? Ja, dat wel. Nee, nee! Nee, 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 nee! Nog één. Freaking hell, man. Oké. Nee, dat kan niet. Ik wou zeggen van misschien kan ik het eentje opzij maken. Dat het dan nog vetter uitziet. Maar dat gaat absoluut niet lukken hier. Dus we moeten gewoon... Of we moeten. We gaan hier weer naar beneden. Maar voordat we dat gaan doen neem ik even extra hout mee. Dat ik daar meteen ladders kan neerzetten. Heb ik nog hout? Ik heb hier nog wel hout. Oh. Meer dan genoeg hout zo te zien. Maak ik gewoon meteen even ladders. Oh, dat moeten we eerst natuurlijk even zo doen. Hop, hop, hop. En dan zo. Bam. En dan... Oh, wacht. Dit zijn hekjes. Shit. Zo dan. Juiste. Hoppatee. Oké, dan kunnen we eens nog doorgaan natuurlijk met ons dingetje. Dan kunnen we dadelijk om ook... Of eigenlijk... Ja, nee. Ja, nee. Nee. Ik moet hem toch nog weer omhoog touwen en ook weer die hele rij daar naar beneden halen. Maar goed, maakt helemaal niet uit. We gaan in ieder geval lekker nu naar beneden en dan kunnen we hier ladders plaatsen. Eén nadeel natuurlijk wel is dat we hier bijvoorbeeld deze hoek hebben, maar goed, maakt even niet uit. We maken hier eerst even nu een snelle escape route, want we moeten hier natuurlijk de muren nog helemaal gaan aanpassen. Noem het maar op, ik moet deze gang sowieso ook nog aanpassen, maar we hebben allemaal eventjes geen tijd voor. We maken dit even provisorisch, ik moet wel naar boven trouwens. Dan gaan we het even eerst even oplossen. En dan gaan wij nu eerst, shit, 9. Dan wees hier nu even deze koppels van hier weer weghalen, dat dit tenminste werkt. For fuck's sake, dat moest niet, damn it. De tweede keer dat ik al in het gat ben geflikkerd.
Ik moet hieronder sowieso even water gaan zetten, want anders leef ik straks niet meer. Dat weet ik nou al, dat ik dan heel snel dood ben. Ik heb als goed nog iron, ja. Oké, dan maak ik even snel een nieuwe pickaxe. Dat is wel echt een nadeel dat mijn pickaxe nu heel erg snel kapot gaat, maar... Dat is een beetje mijn eigen fout natuurlijk. Oké, dat is nog, die nog weg. Mooi zo, haal dit even tot de bodem weg. En dan moet je even een klein bassin maken waar we zo meteen in gaan flikkeren. Maar eerst nog even weer naar boven toe. Het is ook een werk, mensen, dit. Om even dat weg te halen. Mensen, trouwens, als je het leuk vindt om Community Craft doen, vergeet dan alsjeblieft niet om even een like aan te klikken. Daar help ik mij natuurlijk enorm mee. Vind ik heel nice dat het gewoon eruit ziet. En zoals denk ik nou de meeste mensen ook eindelijk wel snappen, is dat je met likes geen extra geld verdient of wat dan ook. Dus wat dat betreft is een like voor jullie een kleine moeite. Voor mij is een hele grote waardering. Oh, ik had natuurlijk het redstone uitgezet. Laten we het redstone even gaan aansluiten nu. Oké. Oh ja, ik had alleen die torch natuurlijk weggehaald. Dat is waar ook. Ik had alleen de torch weggehaald. Dat bedenk ik me nu in één keer. Heb ik hier ergens nog een redstone? Wel redstone. Heb ik ook nog ergens een torch, wou ik zeggen. Maar dat had ik niet zo. Oké, redstone. Oh, redstone. Nou, dan die joh. Ook goed, man. Ja, dan gaan we de redstone torch neerpleuren en dan doet hij het weer. Mensen hadden ook over dat hij deed het niet omdat... Holy shit. Hij deed het niet goed omdat hieronder dus een piston zit of zo, weet ik veel wat. Maar wat dat betreft maakt het hem eigenlijk vrij weinig uit. Als we gewoon uiteindelijk hier inspringen, dan flikken we gewoon uiteindelijk in een bak met water. En dan moet het helemaal goed gaan komen. Daar kunnen we in ieder geval mee bezig gaan. Waar we dan ook nog mee bezig moeten gaan is natuurlijk... alles mooi maken. Ik wil natuurlijk wel mooie stenen ervoor gebruiken. Niet gewoon hoe het nu is. Want ik heb nu gewoon letterlijk een Teletubby pijp gemaakt. En ja, een Teletubby pijp is niet echt, echt bijzonder. Oh, die ziet er ook wel raar uit van onder zo. Ik heb het nog nooit zo gezien. Oh. Dat is op zich best raar. Maar goed, maakt niet uit. Deze haal ik even weg. Oké, moet ik precies in dit gat. Dus dat is dit blokje. En dat is dit blokje dan en deze en deze. Hier moeten wij eventjes een laagje water in gaan leggen. Au. Zo. Oké, dus hier komt het water in. Dieper hoeft het ook niet. Voor mij hoef je maar één blokje te hebben, dan krijg je geen fall damage meer. Hoewel we daar zo meteen achter gaan komen. Ik neem voor de zekerheid even iron mee. Dan ga ik even water halen en dan zullen we zien of ik fall damage ga krijgen. Ik ben benieuwd. Hoppakee. Oké, wacht. Dit moeten we ook nog dichtmaken natuurlijk. Duffy, je maakt echt halve dingen. Sorry. Zo. Dan moeten we dit nou nog even mooi maken met mij met logs. Zo, en dan moet ik nou nog van dat witte steen hebben. Heb ik überhaupt dat nog wel? Is alles op. Waar heb ik dat beneden geplaatst? Oh, ik heb hier nog wat nether quartz blocks. Oké, mooi zo. Dan flikkeren we dit eventjes hier neer. Hop. En dan is dit mooi weer afgemaakt. Zo. En dan gaan we eventjes twee emmertjes water halen. Twee emmertjes pompen. Maar heb ik trouwens ook nog een emmer hier ergens liggen, hoor. Nou ja, fuck it ook maar. Weet je, we gaan gewoon lekker een emmer bijmaken. Fucking care. Boeiend. Hoppatee. Oké. Kan ik gewoon uit mijn vijver eigenlijk water halen? Nee. Hier dan? Oh, damn it. Nu wordt het heel lelijk. Oh, damn it. Dat moet niet. Oké. Oh, wacht. Nu heb ik wel gewoon water en... Oh. Ik snap nooit van het water in Minecraft, maar dat zal wel aan mij liggen. Oké, dit had ik niet moeten doen. Maar ik doe het toch. Ah, het valt mee. Het valt op zich mee qua damage, moet ik zeggen. Moet ik nog één emmertje water aan, dan is het helemaal goed. Dan hebben we gewoon geen fall damage meer. Want als we er twee keer in zouden flikkeren... Wat natuurlijk niet kan. We kunnen hier omhoog teleporteren, maar dan zouden we dood zijn. Want dat is natuurlijk wel zonde. Dan nog even snel één keer water halen en dan hebben we het ook weer mooi gemaakt. Nu moet ik dan hier water pakken. Zo. Ja, oké. Dit weg. Kom maar. Oké, dan. Dan flikkeren we dit water erin en dan hebben we meteen tenminste dat water... zo'n waterpoel wat oneindig is. Hop. Oké. Ik ga hier staan. Wee! Mooi zo. Oké, dit is gemaakt. Kijk aan, dat is wat ik wou. Goed, wat we nu moeten doen is we moeten even gaan kijken... Of we meteen hier beneden bezig gaan. Want we moeten hier beneden gaan dus gewoon een chillplek maken. We gaan hier een zwembad maken. Gewoon een hangplek, zeg maar. Gewoon mooie bankjes. Dat is, weet je wel, gewoon waar je denkt gewoon... Gewoon iets wat je eigenlijk niet verwacht. Gewoon dat zoiets onder de grond zit. Dus we hebben ook sowieso ovens nodig. Om eventjes dingen toch om te smelten. Want we hebben hier toch heel veel steen. Laten we wat ovens maken. 8 ovens. Er moet genoeg zijn. Hop. En ik denk niet dat ik heel veel kool heb. Nee, 12 kool. Dat is niet echt veel. Maar kijk. Er zit hier gelukkig wel kool in de muur, dus we kunnen het een beetje verdubbelen. Tenminste een paar stacks even om gaan smelten. Want ik denk toch dat ik, zo heet dat, smoothstone wil gaan gebruiken. Of in ieder geval smoothstone bricks heet dat volgens mij. Ik denk dat wel mooi is om gewoon hier een pad mee te maken. Eventueel nog wat hout erin te gaan verwerken. Dan moet het volgens mij helemaal mooi gaan worden. Misschien ook nog wel nether quartz, aangezien we natuurlijk boven de grond heel veel met nether quartz hebben gewerkt. Dat we dat terug gaan brengen hier beneden. Pilaren ervan te maken zo, kan ook nog wel heel vet worden.
We moeten allemaal maar even zien. Ik bedoel, we hebben natuurlijk, zoals ik al vaak heb gezegd, we hebben geen haast, hè, mensen. We hoeven geen dingen af te raffelen. We hebben gewoon lekker de tijd. En kijk een afleveringetje niet, nou dat niet. Kijk een aflevering gezellig wel, dan gezellig wel. Zo ben ik natuurlijk ook. Ik eet ondertussen even wat en dan maken we dit gat even dicht. Hop, 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 hop. Bam, 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 bam. Oké, dan. Klikken we dit nog even dicht. Dan wordt uiteindelijk toch allemaal, of gaat deze muur denk ik nog helemaal eruit. No worries, mensen. Dat doe ik allemaal wel buiten de opnames. Een muur vervangen of dat soort dingen. Of dat vast eruit te graven. Want ik snap dat dat natuurlijk heel saai is om naar te kijken. Dat snap ik natuurlijk zelf ook als ik zelf een video kijk van een game of iemand die Minecraft speelt. En die gaat, ja, een grond uithakken of iets, weet je wel. En er gebeurt niks boeiends. Kijk, als je echt al echt een onderwerp hebt om een verhaal mee te vertellen. Ja, dan blijf je luisteren. Heb je zoiets van, oké. Maar als je echt eraan begint, heb je zoiets van, oké, mensen. Veel plezier met kijken. Ik ga toch niks zeggen. Ja. Dat is natuurlijk helemaal geen fuck aan. Dus daarom zorg ik wel dat ik dat buiten de opnames doe, denk ik. Of ik jullie pesting doe, het lekker wel in de opnames. Nee, wel mensen, grapje. Oké, is dit een beetje al het kool wat we makkelijk konden krijgen op dit moment hier? Ja. Oké, nou goed. Moet toch, het is beter dan wat we hadden. Dus, nou. Ik zeg, we moeten niet klagen met dit. Zo, oké. Nou, pleur die daarbij, die daarbij. Wacht eens even. Nou, is wel heel leuk dat ik dit heb gedaan, maar ik heb nog steeds kool tekort nu. Even hop, 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 hop. Kijk, dat is al beter. Daar een stack in. Stack, stack. Stack, stack. Kijken, hop. Zo, stack, stack. Of wacht, dit is helemaal geen stack. Dit is gewoon 8 kool, maar. Laat maar. Weet je, laat maar gewoon, mensen. Zo. En dan moeten we dit nog. Oeh, dat is wel zonde dat dit dan weer net niet uitkomt. Maar goed, weet je. Maakt op zich helemaal niet uit. Dit zit er allemaal lekker in. Dit gaat lekker omsmelten. Dan kunnen wij ondertussen boven nog even verder. Aangezien we ook nog gewoon boven ook nog de boel moeten afmaken. Denk aan de chestroom die we nog moeten maken. Denk aan dat we het huis nog moeten inrichten. Nog heel veel dingen die we moeten doen. Dus ik begin hier vast even met kisten te maken. 8 kisten is lang en na niet genoeg. Hop, 16 kisten worden dit dan. Dat is ook nog niet genoeg. 17 kisten. Sowieso wel van rond getal kisten hebben, want anders wordt het sowieso heel lelijk. Hoppatee. Oké, dat smelt ondertussen toch wel door. Dan hoef ik voor mij niet eens in de buurt te zijn. Dat smelt voor mij gewoon door, zolang ik ingelogd ben en in de chunk ben, als ik me niet vergis. Dus wat dat betreft zijn we daar wel safe mee. Dan moeten we nou hier kisten gaan plaatsen. We moeten even kijken hoe we dat slim gaan doen. Aangezien we hebben natuurlijk een stukje moeten inkorten, wat natuurlijk op zich zonde is door dit hier. En we hebben hier natuurlijk ook een stukje wat we moeten inkorten. Even kijken. Hoe ga ik dit doen? Ja, natuurlijk gewoon neerzetten. 1, 2, daar 1 tussen. 1, 2. Wacht even, 1, 2. Als ik het nou zo doe. En dan kan ik hier eventueel nog iets tussen zetten. Of wacht eens even, als ik dit nou gewoon zo doe. Dat we gewoon niet hier een dubbelkist op maken, maar dat we het gewoon op deze manier doen. Dat is op zich denk ik ook wel vet. Dat doen we dat ook gewoon hier, zorgen dat het hier open is. Maar hier hebben we natuurlijk nu een raam. Dus we kunnen de raam natuurlijk niet gaan versperren hier. Dus het moet hier weer anders. Daar moet ik wel even op letten. Damn. Ik wil natuurlijk niet dat we in één keer niet meer uit ons raam kunnen kijken. Dat is natuurlijk een beetje zonde. Zou eigenlijk dit daar, die daar. Dan moet eigenlijk daar en dan daar met daar. Op zich, het kan. Ik heb hier nog genoeg ruimte om langs te gaan. Dus wat dat betreft kan dit best. Wat hier betreft... Daar. Ja, dit is op zich ook nog niet eens verkeerd. Laten we deze kant open. En dan hebben we op zich hier best wel wat kisten kwijt, lijkt me zo. Dit is nog niet eens zo heel slecht. Nice. We hebben natuurlijk buiten ook nog kisten voor het geval dat, maar... ik vind dit op zich nog niet eens zo heel lelijk. Wat we nu nog moeten doen is natuurlijk eventjes glowstone. Ik wil natuurlijk wel glowstone lamp hebben. Ik ben hier ook nog lang niet klaar, maar goed. We hebben nog zoveel te doen in dit huis. Bizar eigenlijk, maar... we doen natuurlijk altijd eerst de leuke dingen. En daarna de minder leuke dingen. En ik wil meteen ook een beetje aan decoratie gaan denken, mensen. Oh, Duffy, gaan we decoreren. Natuurlijk gaan we decoreren. Voor mij moet even een piste maken. Wanneer wacht, dan maakten we anders. Shit. Eerst even hout hebben daarvoor. Zo. Let op, hè, mensen. Dit is decoreren met Duffy. Zo. Oké. Dan moet ik eigenlijk nu een boom hebben. Wat? Hé? Ik hoor... Oké, ik hoor een creeper en die is nou dood. Nou, het zal wel. Wij moeten eigenlijk we moeten een boom hebben, want we gaan even nu een boom scheren. Klinkt ook heel raar, we gaan een boom scheren. Oh, hallo zombie. Want daar kan je een hele leuke bloem mee maken. Of een bloem? Is het een bloem wat je ermee maakt? Nou, ik weet niet. In ieder geval, deze leaves hebben ze allemaal nodig. Die fancy fences.
Want het heet geen fanzines. Maar net zoals we hier hebben gedaan. Alleen dit keer gaan wij dan daar wat anders bij gebruiken. Dus dan gaan wij daar onder een piste zetten. Het ziet er echt heel leuk uit. Jullie zullen het vanzelf ook al gaan zien. Heb ik ze nog? Ik heb ze nog wel. Dat is ook wel vet. Ik heb ook best wel wat liefs. Die kunnen we wel lekker meenemen. Oak Zeppelin, Bridge Zeppelin. Ik neem het gewoon even mee. Ik ga zo meteen toch slapen. Kunnen we het even dag maken? Kunnen we even onze boomfarm vergroten? Want dat moet ook natuurlijk nog gewoon gebeuren. Hier nog wat kisten. Ik heb hier nog dit ook allemaal even mee. Qua eten. Ik moet zo meteen ook even beginnen met farmen. Diamonds. Heb ik daar nog plek voor? Wacht even. Die nemen we mee. Doen we even één terug. Zo. Ja, ik heb nog wel plek voor mijn diamonds. Die kunnen ook gewoon mee. Hoppatee. Awesome. En dan doen we even zand terug. Neem even een stekje van dit mee. Eigenlijk gewoon een soort van shoppen in mijn eigen, hoe moet ik dit zeggen, in mijn eigen chest room. Is wel even weg zo, doen we het boom in mee, die nemen we nog even mee. En dan hebben we volgens mij heel erg lekker dingen meegenomen. En ik ben in één keer helemaal van mijn apropos, want er kwam in één keer een tweet binnen, ik weet niet waar ik het over had. Ik ga eventjes terug naar huis, we gaan slapen. En dan zit de aflevering voor vandaag ook weer op, mensen. Dus ik bedank jullie alvast voor het kijken naar deze aflevering van Community Craft. Vond je dit leuk? Vergeet alsjeblieft om een like aan te klikken. Vergeet niet om op abonneren te klikken. Laat lekker een reactie achter en ik zie jullie de volgende keer weer. Later.